Het moet ongelooflijk eng zijn. Gegijzeld worden en 9 dagen vastzitten. Ja, en dat terwijl je niet kunt bewegen omdat je handen en voeten zitten vastgebonden. En je ziet ook nog eens helemaal niks, want de ontvoerders hebben je geblinddoekt. Dit bizarre verhaal heeft zich afgespeeld in Den Haag. Zometeen alles hierover. Ik ben Nawal Bakali. En ik ben Herman Anninga. En dit is TVS Vandaag van donderdag 18 oktober. En die mysterieuze gijzeling ziet u straks, maar ook. Den Haag bouwt een cultuurpaleis aan het Spui en dat in deze tijd van bezuinigingen. Lekker klimmen en klauteren in een gloednieuwe attractie van de Uithof. En Justin doet een goede vangst, of toch niet? Dames en heren, goedenavond. Een man uit Den Bosch is 9 dagen lang gegijzeld geweest in Den Haag. Zijn ontvoerders vroegen 1 miljoen euro losgeld. Dat is nooit betaald, want de politie greep in en ze wisten het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Het moet afschuwelijk geweest zijn voor de Brabantse man. Hij werd op 26 september vroeg in de avond in de binnenstad van Den Haag ontvoerd. Het was eigenlijk een situatie zoals je die wel in misdaadfilms ziet. Een man staat op straat buiten een sigaret te roken, wordt vervolgens ontvoerd, meegetrokken de auto in, opgesloten in een woning in Den Haag en daar vastgehouden. Het is onbekend waar de man al die tijd werd vastgehouden. Hij is 9 dagen gegijzeld geweest. Hij werd ook toen het arrestatieteam eenmaal die woning binnenviel, aangetroffen, liggend op een bed, geblinddoekt. Handen geboeid, voeten geboeid. Dat is natuurlijk heel benard geweest. Het slachtoffer werd al op 5 oktober bevrijd. Maar justitie komt in belang van het onderzoek nu pas met het nieuws naar buiten. Over het slachtoffer is eigenlijk maar heel weinig bekend. Volgens geruchten gaat het om een Chinese man. Maar ik ben vanmiddag even rond gaan vragen in Chinatown in Den Haag. En daar wist eigenlijk niemand iets over de ontvoering van een Chinese man. En dat zou daar dan toch het gesprek van de dag moeten zijn. Zo'n heftige ontvoering die ook relatief lang duurt, komt eigenlijk maar heel weinig voor. En het slachtoffer is dan meestal rijk of zijn familie is rijk. Of het is een bekende uit het criminele circuit. Nou, van dat laatste, daar is geen sprake van, zegt justitie. Het slachtoffer is een 43-jarige man uit Den Bosch. En deze man is van onbesproken gedrag. Dus het is geen afrekening of rancune zaak? Daar zijn geen aanwijzingen voor. En 3 mannen van in de 30 zitten vast voor de ontvoering en eentje daarvan komt uit Den Haag. En ik praat verder over deze afschuwelijke zaak met Ernst Ameling. Hij is forensisch psycholoog en dat is iemand die veel weet van emoties van daders en slachtoffers. Meneer Ameling, het slachtoffer is ontvoerd, heeft 9 dagen in een onbekende ruimte gelegen met een blinddoek en boeien om. Wat doet zoiets nou met je? Nou ja, dat is natuurlijk heel voorspelbaar. Iedereen die heel stevig in elkaar zit, zal hier erg van slag raken. En zal het nog jaren moeten verwerken. Dat is voor iedereen een ramp natuurlijk. En als je wat minder stabiel in elkaar zit, dan krijg je nog grotere problemen. Dan heb je kans dat je echt een chronische posttraumatische stressstoornis daaraan overhoudt die vrijwel onbehandelbaar is. Dus het hangt erg af van hoe stevig iemand in elkaar zit voordat dit allemaal heeft plaatsgevonden. En dat weten we natuurlijk niet. Ja, heel heftig dus allemaal. In verband met deze zaak zijn 3 mannen opgepakt. Mensen die dit doen, wat zijn dat voor types? Zijn dat psychopaten bijvoorbeeld? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ze zijn in ieder geval gewetenloos en ze doen het alleen maar voor geld. Het ging om 1 miljoen, heb ik begrepen. Het zijn dus geen, laten we zeggen, in principe geen gestoorde criminelen die verminderd toerekeningsvatbaar zijn voor wat ze doen, omdat ze zichzelf niet geheel in de hand hebben gehad. Ze hebben zichzelf uitstekend in de hand gehad. En ze hebben een plan uitgedacht en dat uitgevoerd met het doel om geld te innen en een grote som geld te innen. Dat betekent in de praktijk dat ze dan zich niet in een ander kunnen verplaatsen, dat ze weinig of geen geweten hebben. En die combinatie van eigenschappen, die noemen we meestal de belangrijkste eigenschappen van een psychopaat. Ja, justitie dus de kans zegt dat het psychopaten zijn.
Ik wilde zeggen dat justitie heeft laten weten dat het slachtoffer geen bekende is in het criminele circuit. Heeft u een idee waarom ze nou deze persoon zouden hebben uitgekozen? Nou ja, waarschijnlijk omdat hij veel geld heeft in de familie. Maar het zou ook een vergissing kunnen zijn, dat is me ook duidelijk geworden. Het kan ook zo zijn dat hij bij een organisatie werkt met veel geld. Maar het meest waarschijnlijke is toch dat er in zijn familie, dat is de beste bedreiging om een familie mensen te laten betalen, is dat het je een van je familieleden overkomt. Dat staat het dichtst bij. Een organisatie staat wat verder af. Dus daar is het, daar is het wat moeilijker voor om grote bedragen geld over te maken. Of wat moeilijker. Ze zijn daar niet zo snel mee, zal ik maar zeggen. Hè? Zoals met artsen zonder grenzen is dat ook gebeurd. En er zijn dan dus allerlei onderhandelingen over dat geld. En uiteindelijk wordt het wel of niet betaald. Dat weet ik dan niet, maar het meest waarschijnlijke zou ik zeggen is dat er in die familie van het slachtoffer veel geld is of dat hij zelf veel geld heeft. Goed, dank u wel. Ernst Ameling, forensisch psycholoog. En wij blijven deze zaak natuurlijk volgen. Ja, niemand kan het gemist hebben. Er wordt bezuinigd in Den Haag, flink bezuinigd op cultuur. En tegelijkertijd wordt er misschien ook fors geïnvesteerd. Want aan het Spui moet namelijk een nieuw cultuurpaleis komen van meer dan 180 miljoen euro. De huidige gebouwen zouden namelijk te oud zijn. Ja, de grote vraag is natuurlijk, is zoveel belastinggeld uitgeven wel verstandig in deze tijden? Deze gebouwen moeten gesloopt worden om plaats te maken voor dit nieuwe dans- en muziekcentrum. Het pand, met in elk geval een concertzaal en een danszaal, wordt het nieuwe onderkomen van het residentieorkest, het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Danstheater. Idioot. Want? Het is toch mooi, dat ding? Het is toch doodzonde om dat af te breken? Wat is hier mis mee? Dit is gewoon een statement in architectuur en dat ziet er hartstikke mooi uit. Het hele plein wordt erin weerspiegeld waarom ze het afbreken. Ik vind het zonde. Maar het is nodig omdat de huidige panden te oud zouden zijn. Toch doet het pijn in deze tijden van bezuinigingen in de stad. Sommige culturele instellingen dreigen door deze besparingen te verdwijnen, terwijl er tegelijkertijd dus plannen zijn voor een groot nieuw gebouw. Het kost gauw te veel geld, joh. Echt, dat kunnen we niet maken in die stad. De halve stad ligt aan de geelhonger en dan gaan we voor 180 miljoen wat bouwen. Dat is ongelukkig. Dat is zeker psychologisch is dat heel ongelukkig. En ik zou, als ik een getroffen instelling was, zou ik daar ook boos over worden. Maar is dat dan niet een reden om te zeggen, we doen het nu even niet? Nee, dat is volgens mij niet een reden om te zeggen, we doen het nu even niet. Nogmaals, ik bedoel, die investering is absoluut nodig. Maar het gaat er vooral om, Den Haag krijgt gewoon echt iets bijzonders bij. Jacques Bral is daar nog niet zo zeker van. Hij verdenkt de gemeente van andere motieven. Het is een ambitieus project, het is een prestigieus project. En we weten ook uit ervaring dat iedere wethouder die in zijn stad ooit een keer heeft gezeten, moet ergens tegenaan pissen om te zeggen van dat is van mij. He, kijk maar naar de Pik van Duivenstein naast het Centraal Station. Kijk maar naar wat Noordalis heeft neergezet. Ze hebben allemaal een soort ambitie van ik moet ook mijn sporen nalaten in zo'n stad. Ja, dat moeten we nou even niet doen. Een pas op de plaats is volgens mij de beste stap vooruit die we kunnen zetten. Ja, en het nieuwe gebouw komt er niet zomaar. De gemeenteraad gaat er vanavond eerst nog over praten. En dat is zeker niet voor het laatst. Straks in deze uitzending onze rubriek Buurten. En daarin gaan we op bezoek bij een muzikaal talent. Ja, van wie deze mysterieuze handen zijn, dat zien we straks. Eerst kort ander nieuws over een vechtpartij gisteravond in het Haagse Paardcafé aan de Prinsengracht. En het draaide allemaal om een meisje. En dat zegt de organisator van het hiphopfeest dat daar bezig was. Twee jongens kregen ruzie over een ex-vriendin en er kwam een vechtpartij. Een van de jongens sloeg daarbij een glas kapot en haalde uit. Het slachtoffer werd daarbij geraakt in zijn nek. De dader raakte gewond aan zijn hand en hij liet een flink bloedspoor achter. En daarom sloot de politie een groot gebied rond het paard af voor onderzoek. Maar het spoor leidde niet naar de dader, die is dan ook nog niet opgepakt. Ja, dat had een oefening moeten zijn, maar het liep een beetje uit de hand. De Westlandse Reddingsbrigade hield gisteravond in Monster een oefening op zee en een vrijwilliger raakte daarbij vermist. De andere vrijwilligers sloegen groot alarm en de hulpdiensten rukten massaal uit. Er werden onder meer een helikopter, een ambulance en drie brandweerwagens ingezet. En volgens de reddingsbrigade is de drenkeling geen moment in gevaar geweest. En daarom wordt ook onderzocht of de massale hulpverlening wel echt nodig was.
De bouw van een nieuw gemeentehuis in het Westland blijft de gemoederen bezighouden. Gisteren stapte wethouder Jan Bogaert al op vanwege gedoe rond dat gemeentehuis. Volgens burgemeester Sjaak van der Tak komt er voor het einde van het jaar nog een nieuw voorstel. De ambtenaren zitten nu verspreid over meerdere gebouwen en daarom wil de gemeente één nieuw gemeentehuis. Maar dat zou tientallen miljoenen gaan kosten. Ja, we merken het allemaal, de blaadjes vallen steeds sneller van de bomen. En dus is er altijd weer de herfstvakantie. Ja, en dat betekent meestal ook veel regen en wind. Maar ja, wat doe je dan met de kinderen met zulk weer? Nou, bij voorkeur iets dat binnen is. Bij de Uithof in Den Haag hebben ze daar trouwens handig op ingespeeld. Pak je rechterhand, blijf het hier dus. Dit is het zogenoemde high rope parcours. In de Ardennen is dit spelletje al jaren bekend, maar in de nok van een schaatsbaan? Nee, dat is nieuw. Naar me toe trekken! Het parcours zit daarom vol met wintersportobstakels. Ik heb me al het leukst noemt dat snowboard en het tokkelen. Het snowboard? Ja, dat er hangt met wieltjes waar ze overheen moeten trekken. Ah, natuurtalent! En hoe gevaarlijk is het? Niet. Het is spannend omdat het op hoogte is. Je staat 8 meter boven de grond. En de hindernissen staan niet allemaal even vast. Dus daar zit de spanning in. Maar qua zekersysteem hebben wij gekozen voor een continu zekering. Dat wil zeggen, mensen klikken zich beneden in en kunnen ondertussen niet meer loskomen. De verwachting is dat er in 1 jaar tijd bijna 10.000 mensen in de touwen zullen klimmen. Go! Ik heb dat echt elke keer. Ik weet niet of ik het zou durven. Het ziet er wel spectaculair uit trouwens. De klimbaan bij de Uithof is inmiddels helemaal af en ook al officieel geopend. En dan straks zien we onze verslaggever Justin. Hij is in Pijnakker op zoek naar een zeer zeldzame vis. Oeh. Oh, dat is een raar beest om mee te pakken. Huh? Huh? Kom op, mee. Ja! Hij durft ook echt alles, hè, die Justin. Een echte held, vind ik het. De held op sokken, weet je. Ja, met een hoedje. Het is weer donderdag. En dat betekent vandaag dat we weer de rubriek buurten hebben in TV West vandaag. Hierbij trekken we op de Bonnefoy een buurt in om te kijken wat mensen bezighoudt. Nou, en vandaag zijn we bij het Agneta Park in Delft in de Gistwijk. Hallo. Goedemorgen. Ik ben van TV West en ik vroeg me af wat u vandaag aan het doen bent. Ik ben aan het werk. Wat doet u voor werk? Ik ben pianobedrijf. En ik doe alles met piano's wat je ermee kan bedenken. Mampie. Ja joh, dit is helemaal niks. Kom maar. Ga je mee? Gaan we even kijken. Ik verhuur dit soort instrumenten voor concerten. En, deze vleugel die mag morgen naar een mooie locatie in Den Haag. Daar wordt er een concert op gegeven. En dan, nou ja, goed, dan is het dus aan mij om ervoor te zorgen dat daar een instrument staat. En dat moet dan mooi gestemd worden. En speelt u ook een aardig potje piano? Nee, dat is zoals de meeste pianostemmers is dat zeer bescheiden. We kennen wel de eerste 2 maten van de meest bekende stukken, maar dan houdt het ook heel snel op. Dit is mijn werkplaats waar ik eigenlijk altijd, als ik niet buiten de deur aan het stemmen ben, lekker aan het werk ben. Ik ben hier bezig met een mechaniek van een vleugel, dat zie je hier. Dit is een stukje van de winkel. Deze piano's verkoop je? Ja. Ik woon boven, dus de bovenverdiepingen zijn woonhuis en de hele benedenverdieping is lekker voor de piano's ingericht. Dus ik ben eigenlijk, ik heb geen werktijden. Ik ben eigenlijk wel altijd ermee bezig. Nu hoor je 2 snaren klinken die ongelijk zijn. Wat je wil is dat ze gelijk klinken. En dan klinken ze, als ze gelijk zijn, klinken ze zo. En nu heb je een mooie concertpiano, zou ik maar zeggen. Ja,
kan toch een aardig deuntje spelen als ik het zo zie. Een mooie slotakkoord in ieder geval vanuit Delft en daarbij het Agnetenpark. Geen enkele valse noot meer. Ja, en van de piano's gaan we naar de modderkruiper en de bittervoorn. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het zijn dus vissen en ze komen voor in Nederland. Maar de grote vraag is waar. En gelukkig onderzoeken we en registreren we alles in Nederland. Sterker nog, er is een heuse visatlas met daarin al die vissen. En vrijwilliger Michel Barendsen ging in een slootje in Pijnakker op zoek naar bijzondere exemplaren. Ja, wij stuurden onze verslaggever Justin om Michel een handje te helpen. Werken bij de tv. Ik dacht, glitter, glamour, snelle auto's, mooie vrouwen, maar niets van dat alles voor mij vandaag. Ik sta in de modder omdat ik Michel ga helpen, want hij is op zoek naar bijzondere visjes in een sloot. Hey, Justin. Michel Barendsen. Michel, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het vissen voor de visatlas van Zuid-Holland. We willen gegevens krijgen welke vissen er in de water zitten. Met name de kleine modderkruiper en de bittervoorn interesseren ons. En dat betekent schepnet pakken en vissen maar. Even kijken wat het is. Ja, waar zoeken we eigenlijk naar? Nou, de kleine modderkruiper. Europees gezien is het een vrij zeldzaam beestje. Wij zijn altijd wel benieuwd, waar zit hij nou precies? Hoppakee. Ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Volgens mij heb ik een modderkruiper te pakken. Oh, wat een raar beest om mee te pakken. Kom op, hè. Ja! En nu? Nou, terugzitten maar. Hè. Hij is beschermd. Dus, en wij willen alleen maar weten of hij hier zit. Kleine modderkruiper. Ga maar even een beetje zwemmen. Moeten we dit niet opschrijven ergens? Ja, dat, op een gegeven moment dan schrijf je het op. Het is handigst is om eerst gewoon een zootje te vangen en in zo'n bak te doen. En dan, dan tel op een gegeven moment. Dan ga je tellen, je noteert de soorten en dan ga je ze opschrijven. En dan gaan ze op zoek naar de zeer zeldzame bittervoorn. Ik zie helemaal niks. Maar ik zag net ook niks en toen pakte jij 6 vissen eruit. Bestaat die eigenlijk wel, die bittervoorn? Ja, heb jij er wel eens eentje gevangen? Ik heb er als jochie met dit scheppen nog nooit. Als jochie? Maar we hebben er wel eens onderzoek naar laten. Hoeveel jaar is dat geleden, Michel? Ik denk 45 jaar geleden. 45 jaar geleden! En dan mag ik hier even met het schepnetje een paar uit het water trekken. Ja, maar ik had beloofd dat ze zeldzaam waren. Ja, 45 jaar geleden hier ook een monster van Loch Ness uit het water getrokken. Die hebben we sindsdien ook niet meer gezien. Dat ik hem niet vang, betekent niet dat hij niet zit. Alles is mogelijk. Oh, lucht, joh. Ik zie hier niks. Is niks, hè? Nee. Weer niet. Justin op zoek naar de bittervorm take 742. Na een paar uur vissen houdt Michel het voor gezien. Ik begrijp wel dat hij me al 45 jaar niet heeft gezien. Want met zo'n instelling kom je helemaal nergens natuurlijk. Bittervorntje, kom maar hier. Ja, en dan nu de resultaten van één dagje vissen met het schepnet. In totaal hebben ze 5 modderkruipers gevonden. Ja, en die bittervorm, hè? Helaas, geen 1. Ja, als je wilt weten hoe die eruit ziet, moet je maar op internet opzoeken. En dan gaan we naar het weer, want Huub heeft ons gisteren beloofd dat het 20 graden zou worden. Maar dat was iets te optimistisch, zeker. Nou, ik had het over de komende dagen en dus niet meteen vandaag. En ik denk dat die 20 graden er toch dus nog wel gaat komen, hoor, in ieder geval. Want kijk maar eens op het kaartje, alvast voor morgen. Een beetje afhankelijk van hoeveel het zonneschijn, dat dus wel. Maar goed, die gaan we morgen wel krijgen. Morgen ook een drogere dag met een zuidelijke wind. En dus inderdaad die aangename temperaturen. En hoe lang dat aangename weer nog blijft, dat vertel ik zo dadelijk in het langere weerbericht. Nou, dankjewel Huub. We blijven optimistisch. Nou, tot zover het TV West vandaag. Meer nieuws is te lezen op onze website omroepwest.nl. En onze collega's van 89.3 Radio West houden u ook de hele dag op de hoogte. Nog even hoor, Nawal. De vrouw van de stralende glimlach. Straks moet je zeker even blijven kijken, want zometeen na de reclame gaan we op zoek naar de geschiedenis van de lach. Ik ben heel benieuwd. TV West vandaag is er morgen weer vanaf 5:30. Graag tot dan. En een hele fijne avond nog met veel glimlachen. Dag. Dag.